Goed nabuurschap ook primair in buitenlands beleid 2019 regering Bouterse. Het buitenlands beleid van Suriname met betrekking tot de buurlanden richt zich primair ook in het dienstjaar 2019 op het principe van goed nabuurschap. In dit kader worden er strategische samenwerkingsverbanden met deze landen aangegaan op basis van wederzijds voordeel. Deze informatie deelde minister Yıldız Polat-Biglı van Buitenlandse Zaken op dinsdag 14 mei in de Nationale Assemblée tijdens de behandeling van de staatsbegroting 2019. De beleidsprioriteiten voor het jaar 2019 voor wat betreft de grens- en buurlanden zijn als volgt: voortzetten van de technische samenwerking op het gebied van landbouw, voedselveiligheid, toerisme, handel, onderwijs, gezondheid, institutionele versterking, optimale en duurzame benutting van natuurlijke hulpbronnen, grensoverschrijdende criminaliteit, kustbeveiliging, immigratie, transport en milieu. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.